De Confituur Boekhandelsprijs. Wie volgt Chris de Stoop en Jeroen Olieslagers op als winnaar? Het vierde boek op de shortlist is Eden van Marcel Meuring. Een van de boeken waar ik dit jaar het meest van genoten heb is zonder twijfel Eden van Marcel Meuring. Ik had eerder nog niet van Marcel Meuring gelezen en na het lezen van Eden heb ik echt, ben ik in zijn oeuvre gesprongen en ben ik de andere boeken gaan lezen, zowel poëzie als proza. In Eden krijg je twee parallele verhaallijnen die zich in twee compleet verschillende tijden afspelen. Het ene volgt een zekere Nikas, eigenlijk iemand zonder naam, een heel mysterieuze persoon die zich in een middeleeuwse omgeving een weg zoekt. En de andere verhaallijn is die van Mendel, een personage dat trouwens terugkomt uit Meurings debuut. Mendel is een psychiater die geconfronteerd wordt met de zelfmoord van een van zijn patiënten en die daardoor in zijn eigen psyche op zoek gaat naar de relaties die hij heeft gehad met vrouwen, ook een patiënt bovendien. Eden past trouwens ook in het volledige oeuvre van Meuring op een heel mooi plaatje. Het vormt niet alleen een inhoudelijke trilogie met zijn boeken Louteringsberg en Dis, maar eigenlijk staat het op een apart plaatje ten opzichte van die andere boeken. Meuring zelf zegt dat hij in zijn literatuur altijd op zoek gaat naar een thuis, dat hij een huis als thema heeft, maar in Eden heb ik het gevoel dat hij daarvan afstapt en dat hij eigenlijk meer de reis naar die thuis omarmt als permanente staat van zijn. Ik heb dit boek heel erg geapprecieerd. Niet alleen omdat het zo mooi en metaforisch geschreven is, maar omdat Marcel Meuring ook een auteur is die absoluut een fakkel omhoog houdt voor de literatuur en voor de letteren. En er zijn heel veel passages in Eden die ook nadruk leggen op de meerwaarde van boeken, de meerwaarde van literatuur. En daarom is het voor een boekenliefhebber natuurlijk een hart onder de riem, zeg maar. De Confituur Boekhandelsprijs bekroont het beste boek uit het Nederlandse taalgebied van het afgelopen jaar. Geniet van muziek. La Classica.